Hoe maak je nou eens beter de link met het MKB, zodat innovatie plaatsvindt? Ik zeg altijd, de MKB'er die heeft te maken met de problemen van alle dag. Dat is de eerste prioriteit. Die heeft vandaag een probleem, die moet het volgende week oplossen. In de grote bedrijven is innovatie vaak gekoppeld aan innovatief research met een hoog technologisch gehalte. In het MKB heeft innovatie vaak te maken met het vinden van slimmigheid als oplossing voor een dagelijks probleem. Als je iets wil met functionele voeding, dat het niet betekent dat je per se naar een Unilever hoeft te kijken, maar dat je soms zelfs al helemaal bij de champignon of bij de paprika of bij iets anders kan beginnen. Omdat daar soms dingen uit gesynthetiseerd kunnen worden die weer op een andere manier ergens terug in die keten komen. Nou, dat is voor veel van onze studenten een eye-opener, want die denken alleen maar bij voeding en geld verdienen met voeding, denken ze aan de Unilever. Bijvoorbeeld gaan nadenken van wat zou nou iemand in deze opleiding kunnen met aubergines. Als we daar eens een vertaling van zouden kunnen maken naar producten en hulpmiddelen voor consumenten, dan denk ik dat we een heel interessante markt van hebben. Stijgt die verkoop per vierkante meter op de AGF-afdeling. Ja. Op het moment dat jij weg bent, dan zakt die weer. We gaan met de macro, dus een jaar rond seizoenschap, met Hollandse producten invullen. Nederlandse space kan je niet jaar rond? Nee, wij gaan alle producten. De voorwaarde is het Nederlandse. Ja. Dat is de belangrijkste voorwaarde. Ja. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld asperge daar in dat vak komt te liggen, met het aardappeltje wat er uitstekend bij past. Dus je wil rechtstreeks contact met de... Ik vind dat je zelf moet kunnen bepalen wat je producten opbrengen. Ja, goed, even in het kort hier is de sorteer- en verpakkingsafdeling. Het is een specifieke machine, puur gemaakt voor het sorteren van asperges. Kijk, als jij asperge eet met een lamskoteletje, dan wil je wel een mooie asperge erbij hebben. En niet zelf van die dunne stiertjes erbij. Maar een dun asperge, niet geschild, een kopje zeg maar zo lang, in een salade... Dat is gewoon heerlijk. Dus je ziet eigenlijk dat je voor die dunne asperges eigenlijk wel veel minder betaalt? Betaal je wel niet veel minder. Natuur zijn werk laten doen. Hoeveel mensen kunnen het tegelijk in die bomen? Ik heb er ooit met 15 man in gezeten, maar de boom gaat dwars door de hut heen.